Hoi, ik ben Hilde Geurt van de Universiteit van Amsterdam, het Dr. Leo Kannenhuis. Ik ben onderzoeker, de onderzoeker naar autisme, over de hele levensloop van kinderen tot ouderen. En ik zoek uit hoe de informatieverwerking gaat. Hoe is dat op een andere manier bij mensen met autisme dan zonder autisme? Dat is wat ik interessant vind, om vanuit dat idee nieuwe interventies te kunnen ontwikkelen. En dat doe ik samen met mensen met autisme en samen met heel veel clinici binnen mijn onderzoeksgroep, maar ook binnen de academische werkplaats Reach Out. En op deze manier proberen we een steentje bij te dragen en te laten zien hoe divers mensen met autisme kunnen zijn.